Dames en heren, welkom. Ik begon net nog met iedereen maar aan iedereen voor te stellen, maar nu is de groep gekomen. We gaan gewoon beginnen. Mijn plan was, als er heel veel mensen waren die eigen plannen hadden, om telkens met een aantal vragen te stellen aan de hand waarvan je naar je eigen plan kan kijken. Daar zal ik zo nu ook wel ruimte voor geven, maar niet al te veel. Omdat er ook heel veel mensen zitten, zitten hier gewoon voor het verhaal. En dan is het mijn verhaal. En ik ben altijd iemand die vrij ruwweg dingen roept. En ik zit er ook wel eens flink naast. Dat is heel belangrijk ook, omdat jullie dat weten, maar ook om te weten dat je ook zelf moet denken. Een van de dingen die ik over creativiteit wil zeggen is alvast dat heel veel mensen denken, waar creativiteit en originaliteit. Ik vind originaliteit zelden interessant. Dus in heel veel situaties is wat gevraagd wordt eigenlijk beter nadenken. Wat is nu nodig in deze situatie wat echt iets toevoegt? En dat is soms het cliché. Of soms beter in essentie begrijpen wat nodig is. En dan voelt dat misschien soms saai of degelijk. Maar vaak is dat veel belangrijker dan origineel willen zijn. En soms raakt originaliteit dus dingen stuk. Dus probeer niet origineel te zijn. En verder, dit plaat heb ik gezet. Er zijn heel veel manieren om tot creativiteit te komen. Het zijn allemaal creatieve modellen. En we gaan er dadelijk wat dieper op in. Niet op deze modellen, want die gaan we allemaal links laten liggen. Maar dat is dan een grapje. De meeste modellen hebben een oorsprong uit... Oh, deze niet. Oh, dan heb ik een plaatje vergeten. Oh, dan zit hier terug. We gaan het niet behandelen, maar even voor de grap. Ik doe het zo. Nou, ik ben een plaatje kwijt. Tot vanavond. Nou, dat is grappig, want na dit plaatje had ik een plaatje vanuit allemaal middeleeuwse alchemie. Die en yin-yang tekens en de boeddhistische chakras enzovoort. Want al deze modellen zijn vaak gestolen van... Hier heb je de yin-yang, hier de weg van de held, hier het atoom, dus hier hebben we de inwaartse spiraal, het pentagram. Dus de meeste mensmodellen komen uit hele originele filosofische literatuur. Dus er gebeurt vaak helemaal niets nieuws en de meeste creatieven houden zich niet aan die modellen. Dus zo denken we dat een model vaak loopt en zo wordt ze ook uitgelegd. Maar echt creatieve mensen springen van links naar rechts met hun gedachten. Het is heel goed als je iets uitprobeert om er even mee te spelen, dan 3 mensen te bellen wat zij ervan vinden. Dan alvast 3 zinnen te schrijven, die op te sturen naar iemand, kijken hoe ze vallen. Dan het model even afmaken, dan een prototype maken, dan weer helemaal nieuw beginnen. De volgorde is alles wat je elke stap die je helpt vooruit. Raad lekker warrig, maar ik gooi wat steentjes neer. En dan gaan we daarna wat concreet beginnen. Goed, we beginnen bij de Art of Possibility. Als je creatief wilt zijn, en conceptueel creatief, daar bedoel ik mee, dat je in de kern bedenkt, wat wil ik hiermee? Wat is hier nodig? En te vaak zie ik dat we voortbouwen op wat we al gehoord hebben. Dus bijvoorbeeld de computergame-industrie. Nog weer een shooter erbij. En dan, of in de filmindustrie, leidt er maar naar filminterviews. Dan hoor je heel vaak de acteur zeggen, ja, dit is een hele bijzondere film. Want het is de eerste film waarin een busachtervolging hebt met 2 bussen. Oh, wat vernieuwend. Of dit is de eerste film waarin we een driehoeksverhouding goed laten aflopen. Dat ze met z'n 3 samen eindigen. Dus heel vaak is het een net buiten de band. Maar wie bedenkt het nou een wezenlijk nieuwe film? Dat gebeurt me heel zelden. Dan denk ik, shit, dit, zoals Memento, dat kwam binnen als een hamerslag. Daar had iemand echt in nagedacht, hoe gaan we dit vertellen en hoe kunnen we het andersom vertellen? En dan krijg je ook films die echt aankomen. Of Toy Story als eerste 3D-animatie is natuurlijk ook een hamerslag. Of internet is ook een hamerslag als gegeven. Iemand heeft heel anders nagedacht over... Hoe kunnen we computers laten verbinden? En hele essentiële vragen leiden tot hele andere en nieuwe oplossingen. De uitvinder van de gloeilamp brengt een grotere revolutie teweeg dan de uitvinder van de spaarlamp.
En dus hoe en wat is ook in jouw project, is de kernvraag. En dat vraagt twee kanten op onderzoek, namelijk naar hoe kijk jij naar dingen? Vanuit welk perspectief en aannames kijk je naar de wereld? Als je denkt dat zwarte mensen niet veel beter zijn dan dieren, is slavernij toegestaan. Pas als je de gedachte kan toelaten dat zij mensen zijn als jij en ik, kan je een einde maken aan slavernij. En dat is natuurlijk, bij dit denk je, ja, dat snappen we. Maar welke aannames leef je zelf, of welke opvattingen heb je zelf die je vastzetten in je denken? En dat is ook belangrijk om te onderzoeken in welke uitgangspunten. Bijvoorbeeld in het politieke debat hoor je, in Amerika is het heel interessant, hoe de Republikeinen blijven roepen, de staat moet zo klein mogelijk, want daar hebben we allemaal baat bij. En er is niemand die heel hard vraagt, maar wat zijn daarvoor de essentiële, heldere bewijzen? Dus creativiteit begint ook vaak bij onderzoek van je eigen aannames. Schrijf eens twee opvattingen op waarvan je denkt, dit zijn twee dingen die ik ten zeerste geloof, waar ik voor sta. En dan is het heel spannend, want er zijn ook opvattingen waar je keihard voor moet blijven staan, of waar je vecht, of waar je in gelooft, en waar je de kruisridder van bent. En soms moet je die ook niet veranderen. Een van de twee die je hebt opgeschreven deelt, en dan is de vraag voor je buurman of buurvrouw om kort te overleggen, wat is één kans die in die opvatting ligt? Dus wat, als dat waar is, of wat je daarvoor gaat, wat is, wordt dan mogelijk? En wat is een zwakte? Hoe kun je het meteen doodschieten? Is het tegendeel ook waar? Dus, en dan krijgen jullie 3 minuten voor om dat één kant of beide kanten op te doen. Dit is natuurlijk een deur naar heel veel gesprekken en heel veel mogelijkheden.
Maar als je heel creatief wil zijn, is dit een gesprek wat je moet hebben met jezelf, met anderen en wat je dient te onderzoeken. Waar geloof ik echt in en kloppen mijn overtuigingen? Van hieruit wou ik het hebben over een aantal manieren om tot echt hele nieuwe ideeën te komen. Dus waar je denkt, ik had het net over, zat ik met wat jongetjes te praten, die zeiden, ja, maar er zijn heel veel verschillende shooters in online games. Toen zei ik, ja, maar bestaat er al een ecologisch spel in de Amazone, waar je elke rol in het ecologische cirkel van het leven kan spelen? Jezus, ja, hoe oud waren ze? Nee, dat die jongens, die snapten dit. Die snapten wel dat je een spel had waarin je vrede kon, in plaats van de shooters, dat je in de shooter vrede kon creëren tussen twee partijen. En probeer een einde maken in de oorlog. Nou, probeer daar maar eens een game voor te bouwen. Dus shooters zijn eigenlijk heel makkelijk. Die zijn ook bedachte nerds, jongetjes die gamen heel fantastisch vonden en schieten en geweld heel spannend vonden. En het is heel makkelijk te bouwen, shooter. Je hebt namelijk heel weinig opties. Er loopt ding, beweegt ding en weer een schietje dan op. Dat is veel makkelijker bouwen dan iets met heel veel sociale, complexe interacties. Waar heel veel dingen bewegen en kunnen veranderen. Goed, als je dingen wil veranderen, begin bij de essentie. Dus hier noem ik al game design. Dat als je vanuit, ik heb bijvoorbeeld een roleplaying game ontwikkeld over de Romeinse tijd en ook een bordspel. Het bordspel is helemaal mislukt, maar een roleplaying game heb ik gespeeld met een aantal management teams enzovoort. En toen daarvoor heb ik echt dingen gelezen over het Romeinse tijdperk. En de vraag was de hele tijd, wat is nou de essentie wat heel goed in een game te pakken is? Hoe pakken we dat nou? En toen kwam en uiteindelijk voelde ik, oh ja, elke keer als er keizers waren en de keizer werd vermoord, ontstond een conflict over wie wordt de nieuwe keizer. En eigenlijk al die conflicten waren altijd nadelig voor het Romeinse Rijk. Uiteindelijk ging het Romeinse Rijk een onderlinge strijd ten onder. Het is een game gemaakt waarin je in een dictator naar een keizer hebt, Caligula, de ergste voor de historici onder jullie, die er was. En in het spel diende je hem te vermoorden. Maar je mocht hem pas vermoorden als je genoeg medestanders had gevonden die al onderling duidelijk hadden wie de nieuwe keizer werd. Het spel is ook twee keer een totale chaos geworden, want dan werd de keizer vermoord, voordat ze helder hadden wie de opvolger zou zijn. En dan begon iedereen te roepen, nee, wij hebben gewonnen, en dan was het chaos. Terwijl als ze het van goed hadden uitgevonden, en dat moest al in het geheim gebeuren, dus bloedspannend spel. Dus dat is nou een essentie benoemen. Of bij Sims, heeft ook iemand gedacht, hey, hoe kan nou een spel maken wat ook gaat over het opbouwen van vriendschappen? Wat gebeurt er nou in essentie bij vriendschappen? Hoe kan ik dat vertalen in een spel? Dus in plaats van alle gegevens van de wereld te pakken, wat gebeurt er nou in het gegeven waarover ik creatief denk ben, wat gebeurt er nou in de kern, root, essentie? Wat is daar het principe wat werkt? Wat is de dans die daar gedanst wordt? Tussen welke principes wordt er gedanst? Aantrekking, afstoten. In dans werkt dat bijvoorbeeld heel goed. In oorlogsspelletjes is het natuurlijk heel goed krachten opbouwen om de ander te overwinnen. Dan is natuurkunde is heel erg mooi om te kijken. En in natuurkunde, dat is natuurlijk ook interessant, dat we steeds meer als onze samenleving kijken. Op het moment dat Descartes riep, de scheiding tussen lichaam en geest, hebben we allemaal ziekenhuizen gebouwd waarin jij werd geholpen. En je lichaam tenminste, en wie jij was en wat je daar deed, deed niet ter zake. Natuurkunde heeft intussen door de relativiteitstheorie aangetoond dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen jouw geest en je lichaam. En hence de booming van de alternatieve geneeskunde, maar ook steeds meer aandacht voor de relatie tussen mens en geest. Dus de kernovertuiging zie je ook weer hoe die doorwerkt in hoe we onze instituten inrichten. Dus hoe belangrijk het is welke kernovertuiging je hebt in wat je kan bedenken, of ook wat je bedenkt. Source, en dit gaat ook over in organisaties, in ideeën en projecten. Dit woord source wordt door, ik weet niet even wie, zijn naam ben ik even kwijt, maar gebruikt als gaat oorspronkelijkheid. Wat is het oorspronkelijke idee en soms ook wie is de oorspronkelijke idee-eigenaar? Dus als in project dingen zoek raken, wie had weer het oorspronkelijke idee? Want vaker kun je hem of haar toetsen waar het eigenlijk over ging. Waar gingen jullie met z'n allen voor?
In organisaties wordt er ook te weinig, te veel vaak doorgewerkt op zo doen we het nou eenmaal bij ons. En dit product moet verkocht worden. En dan komt de crisis. En dan zijn ze vergeten waar het nou eigenlijk om ging. En het helpt ook, kan het ook helpen om organisaties te veranderen. Bijvoorbeeld Shell zal over een aantal jaar heeft dat een groot probleem. Want dan is de olie op. Als ze een benzinemaatschappij zijn. Maar als ze een energieleveraar zijn, dan kunnen ze veranderen. Dan kunnen ze veel makkelijker, het is dus ook wat je eigen overtuiging hier, veranderen naar een ander standpunt. En nog interessant is misschien Nokia wel. Waarom heeft Nokia, dat heb ik niet onderzocht, dus hier moet ik een aanname doen. Ik kan er dus weer flink naast zitten. Maar Nokia is ooit een rubberlaarzenfabriek geweest. En die zijn geschakeld naar de telefoonindustrie. Nou, dat is een hele interessante switch. Op basis van wat voor overtuigingen en wil en wens maar kan je zo'n switch maken? En nu komt mijn aanname, en ik zal er waarschijnlijk flink naast zitten. Maar dat kan natuurlijk omdat je denkt van, hey, we hebben hier een aantal mensen die werken hier en die willen we niet kwijt. En het is een ontzettend mooie bedrijf samen. Maar dit gaat niet werken. Wat kunnen we wel doen om te zorgen dat we z'n allen goed brood verdienen? En dat past weer wel bij de Noorse en Scandinavische overtuiging, omdat daar het woord voor ondernemer is Noors lief. En dat betekent nourishment for life. En als ondernemen is nourishment for life, in die filosofie past ook veel meer bijvoorbeeld een groene ondernemerschap. Of waarde toevoegen niet alleen aan je eigen bedrijf, maar ook aan je samenleving, je netwerk enzovoort. Dus heel grondig de essentie van iets onderzoeken en vanuit de vraag waar doe ik het voor, welke overtuigingen bouw ik, is absoluut essentieel als je met echt een wezenlijk nieuw iets wil komen. De volgende. Challenge everything, roept een bekend merk. Neem niets als gegeven aan. Durf te schieten op dat wat iedereen gelooft. Dus de mensen die, ik noem het al slavernij, de mensen die een einde maken aan slavernij, hebben moeten zeggen tegen de heersende cultuur in. Volgens ons zijn het ook mensen. Of als de aarde rond heeft, is. Dat iemand heeft moeten zeggen, klopt het wel dat de aarde niet plat is? En daar kun je heel alleen staan. Dat vraagt dus ook lef en guts. Dus om conceptueel creatief te zijn, is lef absoluut een eis. Want heel vaak word je aangezien voor zot, idioot, suffert. En dat gaan we even testen. Dus kijk weer even naar een buurman, buurvrouw. En opleg even, wat is het raarste idee waar je stiekem toch nog een beetje in gelooft? Dus. Nee. Ja, als je denkt, het zou leuk zijn als dit ooit kon doen. Of het zou. Ik heb toch stiekem de overtuiging dat, dat we mannetjes op de maan leven. Ik droom ervan om zelf te kunnen vliegen zonder hulpstukken, whatever. Overleg even met je buurman, je buurvrouw. Puur een bekentenis over, maar het is stiekem gewoon van het paard. Nog 1 minuut. Ik heb het niet gezien.
Nederlandse gemeente niet denkt dat ze reageren op een vangrug. Dat is ook allemaal het. Nou ja, het is een prijs, maar het is gewoon nog even Toen ik op de lagere school overkwam met het volgende. Ik had een tekening gemaakt voor de juf in de eerste klas lagere school. En ik breng die naar de juf. En was, de ramen waren veel hoger. Dus dat, voor mij was ik zo klein. Dus dan was dat raam op deze hoogte. Dus ik kon vooral lucht zien. Dat weet ik nog. Ik stond tussen het bureau en de ramen in. En ik gaf de juf de tekening. En ik kijk zo naar de tekening. En het was zo'n klassieke kindertekening met alles erop en eraan. Huisje, boompje, beertje, wolken, zonnetje. En de juf zegt, wolken teken je met blauw. Ja, precies. En ik kijk naar buiten en ik denk, nou, ik zie toch dat de wolken wit zijn. En op dat moment moest ik mij afvragen van, wie geloof ik nou? De juf, die blijkbaar zegt hoe het blijkbaar hoort. Of geloof ik mijn eigen waarneming? En vanaf dat moment, ik besloot daar, en dat is heel raar voor een vijfjarig kind, besloot ik mijn eigen waarneming te geloven. Over dat wat hier vertelde hier. We willen je toch eens vragen om even naar buiten te kijken op dit moment. Ja, kijk, op dit moment is dat grijs. En ik kan me ook zelf voorstellen waarom je met blauw dacht. Dat is helemaal wit. Ik heb wat geprobeerd met wit te tekenen, maar dat lukt natuurlijk niet. En ik weet niet meer wat mijn oplossing was. Ik weet alleen maar dat de juf mij toesprak en dat ik niet geloof. Dat heeft er onder andere, dat incident heeft ertoe geleid dat ik Nomads opgericht. Dat is een entrepreneurial school voor business school. Waarin we vooral mensen leren hun eigen antwoorden te vinden. Dus wij vertellen soms wel dingen, maar we leren vooral mensen hun eigen antwoorden te vinden. Dus we beginnen bij, wat is jouw droom? Wat zou jij heel graag willen? En dan gaan we samen met mensen op zoek naar, hoe kan je daar nou brood mee verdienen? Er zijn geen toetsen, want toetsen zijn vooral dingen om je te laten zien dat je kan aanpassen. Ja. Dus dat is nogal een heel, dat zijn een paar echt wezenlijke breuken met traditioneel onderwijs. En dat is een experiment. En ik zal niet zeggen dat wij alles prachtig aanpakken. Ik weet dat heel veel studenten heel blij zijn met wat we doen. Maar dat in de onderwijswereld is telkens discussie. Ja, maar je moet gewoon mensen leren om zich aan te passen. Of om te passen bij de maatschappij. En daar zijn we tegelijkertijd ook mee bezig. Van hoe verkoop je dat dan? Maar te zeggen, er is niet zo dat jij moet bewijzen dat jij in de vakjes past die wij voor je hebben vastgesteld. Dat is ouderwets industrieel tijdperkonderwijs. Dus dat zijn nogal krachtige uitspraken die ik hier doe. En dat moet je ook durven om tot nieuwe ideeën te komen. En daarna begint het onderzoek. En een aantal dingen goed, een aantal slecht. Maar we zijn vooral ook veel in dialoog. Dus dat is ook provocatie. Zo kan het ook voor jezelf voelen. Als je, wie heeft net even toch stiekem nog een beetje van embarrassment gevoeld toen je je raarste idee aan de buurman vertelde of de buurvrouw? Ja, toch nog iemand. Dan ben jij ver genoeg gegaan. De rest had misschien nog wat diep kunnen. Ware motieven. Ook heel belangrijk zijn ware motieven. Waarom willen mensen echt? Dit is vooral ook bij opdracht. Als je met de cliënt gaat praten, voor iedereen die in de consultancy zit, weet op het moment dat je een opdracht komt halen, val de opdrachten aan, hij heeft waarschijnlijk andere motieven. En het meest cliché is, de baas die vraagt, kan je mijn medewerkers een teambuilding geven en leren samenwerken, want ze luisteren niet naar mij. En dan weten we allemaal, heb ik wel ideeën waar het ware probleem ligt. Speel ermee. Dus spelen met dingen. Dus loket voor levensvragen.
Ik ben met dingen gaan spelen, het pakket van levensvragen. Als kinderen een eigen wijsheid hebben, en dat was ik van mezelf ook overtuigd als kind, dan kunnen we dat ook inzetten. Dus ik heb ooit gecreëerd een loket voor levensvragen waarin kinderen antwoord geven op levensvragen van volwassenen. Dus de volwassenen kon zich net eens aan het loket vervoegen en dan hun levensvragen stellen. En dan gingen de kinderen nadenken en die gaven dan antwoord aan volwassenen. En dat leidde tot verbazende dingen. Dus ik dacht, het is een grapje. Ik begon als een grapje. En soms zit in spelen een ongelofelijke wijsheid. Wat er namelijk gebeurde was dat sommige volwassenen waren diep geschokt. Kinderen bleken namelijk veel meer wijsheid te hebben dan ze dachten. Bleken veel meer waar te nemen met volwassenen dan de volwassenen hadden gedacht. Ze kregen soms betere antwoorden. Ik kwam een keer een man tegen die zei, ja, een jaar geleden had Dirk zo, was ik naar de loket geweest. Ik ben nog steeds bezig met het antwoord. Wie vertelt dat over zijn coach? De kinderen hadden een enorme boost van zelfvertrouwen. Want stel je voor dat je als kind in plaats van leert, jij bent nog wat, we moeten nog vullen, dit is onderwijs, hier, blub. En in plaats van zeggen, nee, jij kan wat, ga maar voor de klas staan en leg eens uit hoe jij de wereld ziet. Wat gebeurde was dat die kinderen in dat loket het gevoel hadden, ik draag wezenlijk positief bij. En er wordt wezenlijk naar mij geluisterd, ik maak uit. Dus de boost aan zelfvertrouwen en kracht bij kinderen is gigantisch. Dus dit is door te spelen met ideeën en soms dingen om te draaien, veranderen dingen. Ik ben nu bezig met switchball. Switchball is een nieuwe sport, dus we zijn aan het kijken met een paar mensen naar hoe kunnen we de paradigma's van sport, twee teams meestal, two tribes go to war, hoe kunnen we dat veranderen? Wat zouden we nog meer kunnen doen? Dus we hebben een sport gegeven waarin vijf teams het veld in gaan. En als je scoort bij de tegenstander, dan krijg ik van jou een punt en dat moet ik weer weggeven. Nu begint het in jullie hoofd, dit is net te complex. Maar als je het speelt is het vrij makkelijk, dan heb je het snel door. Maar de grap is dat de mindset winnen ten koste van niet meer werkt. Je moet namelijk en samenwerking zoeken en winnen samen met. Of het gaat ook meer over spelplezier. Het blijkt ook dat mensen niet minder hard rennen als het niet echt extreem gewonnen kan worden. Dus bij hardlopen of bij voetbal is het winnen ten koste van. En de aanname is dat het competitief moet zijn om te zorgen dat mensen keihard zichzelf blijven verbeteren. Maar ook die aanname blijkt niet per se te kloppen. Op Facebook hebben we pagina's en nu noemen we wedstrijden en park. Kan iedereen die dat wil meedoen. Dus spelen met ideeën en met mogelijkheden, de regels veranderen. Wat gebeurt als je de regels verandert? Wat gebeurt als je de regels verandert van je eigen bedrijf of onderneming? Wat gebeurt er als je de regels van betaling verandert? Wat gebeurt er als je de regels verandert in hoe je samenwerkt? Wat gebeurt er als je de regels van wat wel beloond wordt en wat niet? Alles wat vastzit kan losgeschroefd worden en herbezinnen. En de grap is dat als je speelt, dat merk ik ook bij kinderen, als kinderen vadertje en moeder spelen, snappen ze heel veel meer, blijkt ook als je zo'n spel observeert, van het gedrag tussen volwassenen dan je zou denken. Het is heel integraal leren. En ik heb een aantal rollenspelen gedaan, daar heb ik een tijdje in de eventindustrie gewerkt. Ik maakte een rollenspel en een van die rollenspelen ging over een intrige ook, wat ik net noemde, dat Romeinse Rijk, maar dat was het ook nog een koningsspel. En er was een intrige en er was een enorme chaos. Mensen, de middeleeuwen experts vonden het niet realistisch. Het was wat kostuums waren niet reëel enzovoort. En toen zag ik een documentaire over een coup tegen Chavez. Dus het was gefilmd in het paleis bij Chavez. En het bleek dat, terwijl het paleis was ontsingeld en binnen liepen de camera's door hoe ze daarmee omgingen binnen in het belegerde paleis. De chaos die wij in ons rolspel hadden, is precies exact. Ik denk, ik zit naar een game te kijken. Of, ik heb als trainingsacteur ook een tijdje gewerkt. En op een gegeven moment moest ik een methadonverslaafde spelen. En ik weet niets van, ik heb nooit drugs gebruikt. We hadden één keer een hashcake gekocht, dus een heel brave jongen. En een hashcake gerookt? Ja. Wat? Heb je een hashcake gerookt? Nee, moet je doen hoor. Hashcake gegeten. Oh. Maar ik ben gek genoeg van mezelf, dus ik heb niet zoveel drugs nodig. En
Ja, sorry. Ik speel dus een methadonverslaafde. En op een gegeven moment sta ik te staan op een tafel. Ik sta te zwaaien met een pistool. En ik sta te schreeuwen. En denk, nou, dit slaat echt nergens op. Dit gaat te ver. Dat is mijn oordeel. En tegelijkertijd is een andere gedachte. Dat is de waarnemende acteur in jezelf. Die denkt, shit, stel je voor dat iemand echt zo gek is als ik nu sta te doen. Dit is toch te gek voor. Dadelijk gaan ze me ontslaan. Dit gaat echt over de top. En ik was klaar met mijn spel. En er valt een lange stilte. Iedere keer maar en denk ik, oh, dat is allemaal slaan. En toen zegt een van die mensen in de kring, dat was precies Fred. Dus als je soms een rollenspel speelt, kan je soms al spelende heel dicht bij een hele diepe waarheid komen die je zelf niet eens door hebt of snapt. Ja. Dus durf vaker en sneller te spelen. Gaan we daar een keer dieper op in, als we tijd hebben. Dat loopt heel hard. Dus durf elke regel ook weer een vraag te stellen en eens te veranderen en te kijken wat er gebeurt. Ja, ik had nog een vraagje. Nou, maar de regel van niet praten door te breken. Jij zei in het begin, had je het over dat er eigenlijk, je hebt aan de ene kant creativiteit. Ja. En aan de andere kant heb je over originaliteit. Ja. En jij gaf eigenlijk aan, of je stelde, dat creativiteit eigenlijk het toevoegen van wat nodig is hè, dus aansluiten bij wat er is, maar dan net zover zijn dat het een verbetering zorgt, of dat je volgers krijgt, noem maar wat. En originaliteit is totaal iets anders. En kan je nog even het verschil uitleggen, hardop, zeg maar, van, wat nou het eigenlijk? Wanneer sluit je volgens jou aan, maar ben je net zo anders? Ik zal heel kort. Ik werk wel eens met groepen en dan doen we een muziekoefening. In de muziekoefening gaan we dat met elkaar muziek maken, dus met stem. En dat iedereen stem toevoegt. Soms proberen mensen origineel te zijn. Die gaan dan iets leuks toevoegen, maar dan verdwijnt de muziek. Wat er dan gebeurt. Zucht, moet dit nou? Dat is originaliteit. Het is wel origineel, het is helemaal nieuw, maar het helpt niet de muziek. Ja, dan begint er. Het is minder origineel, maar het voegt iets toe. Het is wel een creatieve toevoeging die de muziek verbetert. Het voegt dat je dus ook voortbouwt op wat er is en dat daar bewust. Worden, of dus dat is onbewust, maar in ieder geval, er is een aansluiting op wat er al is. Dat zeg ik eigenlijk. Ja, het is passend. Passend. Tegelijkertijd kan soms het hele originele kan ook weer muziek worden als je het weer doorzet. Maar dan moet je doorzetten. Dus die zoektocht, en dat is telkens een zoektocht. En voor soms zal het voor sommige mensen verschillend zijn. De een zal iets origineel vinden. En de ander zal het creatief vinden en de ander zal denken, ah, hoe moet dit nou? En die spanning is de hele tijd aan de hand, dus het is ook vaak een oordeel. Waar er niet een sluitend bewijs is. Wat voor de een muziek is, is voor de ander niet muziek. Ik weet nog, er was zo'n Interstellar Overdrive van Pink Floyd. Heel oud nummer. En voor de hele oude hier. Nummer wat je 10 keer moet horen voordat je denkt, dit is muziek. Voordat je kan horen dat er een lijn in zit. Geloof in fantasie. Kijk, gezien de tijd moet ik er sneller doorheen. Ik heb nog 10 minuten, dus ik moet, we kunnen hier niet een leuke oefening bij doen. Maar ik werk ook wel eens met paradigma's en sprookjes. Breakthrough My Metaphor is een workshop die wel eens geeft rond sprookjes. En in sprookjes laat ik mensen een sprookje schrijven over zichzelf of over een vraag waar ze mee zitten. En in het sprookje staat dan het antwoord op hun vraag. En het grappige is, omdat het sprookje positief eindigt, staat ook een oplossing voor het probleem in het sprookje, in een metaforische manier. Dus het helpt soms om niet die directe route naar een oplossing of creativiteit te vinden, maar de indirecte te route nemen via de metafoor. Bijvoorbeeld, een hele beroemde is ook lateraal denken en creatief denken. Je hebt een file en je denkt kikker. Wat heeft kikker met file te maken? Nog niks. Maar als je oplossing bedenkt voor het probleem file aan de hand van kikker, dan kan je ineens oplossing bedenken als auto's die over andere auto's springen, of langs de weg gaan en over de hekje springen.
Je kan met een tong plakken aan de auto voor je, wat nu uitgewerkt wordt in auto's die op computer gestuurd op elkaar inhaken en dus gelijk oprijden, waardoor ze veel dichter op elkaar met gelijke snelheid kunnen rijden. Of je kan geduld gaan trainen van, net als kikkers, wachten tot er iets voorbij komt en beweegt. Waardoor je innerlijke rust creëert en niet per se de file oplost, maar wel je stress erover. Dus metaforen zijn heel erg interessant. Er zijn heel veel grote wetenschappers, schrijvers die allemaal hun oplossing hebben gedroomd. Dus er zijn allemaal op internet kunnen informatie op vinden. Hoe kan je jezelf trainen om je dromen beter te onthouden? En zelfs van tevoren voor het slapen gaan helder je vraag te stellen en te kijken of je eigen oplossing droomt. Nu zo lang geleden heb ik ook een model gedroomd dat ik nog aan het uitwerken ben, want ik was helaas de helft vergeten. En soms is het ook pure onzin, maar zo nu dan zit er een briljant iets bij. Bijvoorbeeld, ik heb hier een droom gehad over ontwikkelingshulp in Afrika, waarin het omgedraaid werd. Dus ik in de droom breng ik ontwikkelingshulp naar Afrika, een container met ik weet niet wat en waar het op sloeg. Ik kom aan in Afrika en ik denk ook, wat moet ik met deze spullen hier helpen? Ik loop een beetje zo hard, hier ben ik dan. En er loopt een zwarte vrouw op mij af en die legt haar hand op mijn hart. En toen was ik genezen. En dat leidde ertoe dat ik heb gedacht, en er zijn een aantal mensen die zijn hier nu serieus mee bezig, dat misschien moeten we wel de beste mensen uit Afrika vragen om ons te helpen. Waardoor, net als bij die kinderen het loket voor levensvragen, zij in hun kracht komen te staan. Misschien is ware kracht niet dat wij sterker zijn dan de ander, maar dat wij zwak durven te zijn, omdat de ander kan groeien. Dit soort dingen vragen en onderzoeken en durven onderzoeken is voor mij conceptuele creativiteit die grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Wat als we gaan leren van degene die wij zo nodig wat moeten leren? Misschien kunnen we Mandela even lenen. Zeg je? Misschien kunnen we Mandela even lenen. Precies, maar Mandela is een voorbeeld wat als je dat soort mensen in Afrika worden beloond voor hun gedrag, worden zij de voorbeelden voor hun omgeving in Afrika en zullen meer Afrikanen willen zijn als Mandela in plaats van als de dictator die zoveel geld krijgt van het Westen. Ik zie allemaal hersenschaten, dat is een teken. Wat er al die. Goed, de kunst van vragen stellen. Dit is ook, ik ga deze workshop hier een keer een hele workshop over. En toen zei iemand, ja, maar waarom heb ik dit nooit gehad op de universiteit? Goede vragen zijn eenvoudig en helder. Wie is eigenaar van dit project? Ik ben een keer ergens aangenomen als reclamefilmer en ik wist niet meer hoe het werkt. En ik dacht, nou, ik weet niet precies hoe de film gaat, iets te lang geleden, maar ja, ze hebben me aangenomen. En toen ben ik alle vragen gesteld die ik had. Wat doet de editor dan? Kan ik een editor erbij krijgen? Wie bestelt dan de acteur enzovoort. En 2 weken werd ik baas geroepen en de baas zei, Jezus, wat ben jij fucking goed. Want je voegt, stel allemaal vragen waar we als organisatie niet over hadden nagedacht. Dus je vragen durven te stellen, ook de essentiële, zijn heel erg belangrijk. Ik ben ook een keer een klus gehad tussen 3 directeuren over kennismanagement. En ik vroeg, wat is kennismanagement? Dus ik keek me aan, idioot. En daarna legden ze alle 3 op hun beurt uit wat het was en waren ze niet eens met de anderen. Daar zat het probleem. Dus goede vragen zijn eenvoudig en helder. Ze stimuleren en inspireren door onderzoek en actie. Werkt democratie in ons voordeel? Is democratie een goede staatsvorm? Zijn essentieel en verdiepend. Waartoe hebben we een staatsvorm? Waartoe dient de economie? Veel mensen denken, het gaat over geld verdienen. Nee, daar verdient niet in. We hebben al het woord Norris Lief gehoord. Samen de samenleving verrijken. Ze stellen gevestigde denkbeelden ter discussie. Dus ik ben toen op een gegeven moment ik riep altijd een tijdje veel kritiek op de democratie. En dat leidde tot reacties als, maar wat wil je dan? En we hebben niks beters. En toen begon ik de vraag te stellen, wat ligt er voorbij de democratie? En toen bleek dat ik lang niet de enige was en dat er heel veel mensen daarover aan het nadenken zijn. En dat er eigenlijk op heel veel plekken in de wereld nieuwe vormen aan het geboren worden zijn. Participatie, pleocratie, deep democracy,
sociocratie, Socratische dialogen enzovoort. En al die vormen zijn bij elkaar aan het komen. En ook zwermleiderschap, waar ik straks nog iets over ga vertellen in de andere workshop. Dus gevestigde denkbeelden, daar hebben we het al eerder over gehad. Ze openen nieuwe deuren en mogelijkheden. Dus wat, bijvoorbeeld, waarvoor zit ik hier in essentie? Als je die vraag beantwoordt, dan sommige mensen moeten wel een slag nemen en iets anders gaan doen. Of wat wil ik eigenlijk bijdragen in deze wereld? Ze zijn positief en bekrachtigend. Dus een heel mooi voorbeeld is ook Parks Fish Place. Dus een viswinkel in, ik vergeet altijd welke stad, Seattle. En die stelde, hoe kunnen wij de beroemdste viswinkel ter wereld worden? Prachtige vraag. Een klein viswinkeltje. Hoe kunnen wij de beroemdste viswinkel ter wereld worden? Ik vertel hierover, het is ze gelukt. Op basis van wat zij hebben gedaan, zijn ze een managementmodel geworden wat over de hele wereld verspreid is. Wat zijn ze gedaan? Ze hebben ook, net als wat ik hier vertel, alles ter discussie gesteld. Ze zijn in plaats van achter de toonbank, zijn ze voor de toonbank gaan bedienen. Ze zijn met vissen gaan gooien als cocktailshakers. Ze hebben een show gemaakt van de visverkoop. Elke dag zijn er 600 man publiek die kijken hoe zij vis verkopen. Dus zelfs iets simpels als je viskraampje om de hoek kan alles veranderen en de wereld veroveren. Door een positieve vraag te stellen. En dan de consequenties daarvan volledig in te zetten. Hun personeel moet ook fluiten naar het werk, want anders werkt het niet. Dus ze moeten ook zorgen dat die mensen het zin hebben. Dus geen Walt Disney smile die die mensen hebben. Want daar word je verplicht om te smilen. Ook al bij Walt Disney. De kunst aan het vragen stellen. Play design. Play design is een term die ik heb bedacht, maar er zijn meer mensen die hebben bedenken zelf vergelijkbare termen. Playtesting. Er zijn nog een aantal woorden, dus playstorming. Ik kan alles met play ervoor zetten, want ik hou echt van playfulness. In plaats van te vergaderen bij heel veel projecten, bijvoorbeeld bij game design of bouwprojecten of bedrijfsontwerp design, kan je eigenlijk ook nog gaan spelen als het bedrijf al bestaat. Of wat de game al bestaat. Dit is de klok die zegt dat ik moet gaan afronden. Ik ga rustig even door. Zeg je? Ik kan nog rustig even door. Ik kan nog rustig even door. Voor Playdesign zijn er een aantal foundations. Omdat spel, kinderen die spelen, dat is de meest integrale vorm, biologische vorm van leren. In speel leer je alleen alles tegelijk. En dat vinden scholen helemaal niet fijn, want dan kunnen ze niet meten wat je progressie is. Het is te confuus, te chaotisch. Maar spel is eigenlijk integraal leren op heel veel niveaus tegelijk. Het is eigenlijk veel krachtiger leermiddel dan rijtjes leren. Het is... En als je samenspeelt, kinderen zie je dan heel makkelijk samenspelen. Weet je wat? Dan spelen we dat jij de draak bent en ik de ridder en jij de prinses en dan ga ik hem verslaan. Kinderen vinden dat mooi en dan roept mama, ja maar jongens niet met stokken, want dadelijk gaat er iemand huilen. Nou, doen we het met kussens, ja dat is wel goed, nee, maar niet met die kussens, met deze kussens. Kinderen schakelen daar heel makkelijk in. Maar wij gaan dan eerst overleggen, zullen we, we gaan spelen dat jij prinses bent. Kun je dat handelen? Goed, ik vind het, of liever dat hij het is. Ik ben liever prinses. Jij bent liever prinses. Ja. Ja, jij ook, oh ja, nou dat moeten we, probleem. Probleem. En dan gaan we eerst het probleem uitleggen tot iedereen tevreden is en dan gaan we een stap zetten. En dan gaan we, na heel lange vergaderingen, gaan we de realiteit in. En dan lijkt alles anders te zijn, want de eerste beste klant stelt alweer andere vragen, heeft andere verwachtingen en de samenleving is ook veranderd. Dus ga spelen. In spel zijn ook al deze levels actief. Gaat over activeren. Oké, weet je wat? Dan doen we dat jullie allebei prinses zijn en de rest zijn draken. Ja, maar dat weet ik niet. Dat is weerstand. Ja, dat is weerstand. Dat is weerstand, precies. En dat heet blokkeren. In theatersport heet dat blokkeren. En ook wat je steeds meer ziet in deze processen, dus open space technology, world cafés, ook wat hier in Bertha gebeurt. Er zijn steeds meer plekken en werkvormen die eigenlijk de collectieve kracht van de zaal gebruiken. Ik sta nu een heel verhaal te vertellen. En eigenlijk zijn er heel veel werkvormen aan ontstaan. En ik had er natuurlijk
ook in kunnen kiezen, maar ik hoorde mezelf zo graag praten vandaag. Dat we hier samen de antwoorden gingen ontdekken. Daarvoor, play in, the, in action, hoe werkt dit? Heb een, samen een heel helder doel in mind, waar gaat het over? Droom samen en of speel samen als het al kan, maar anders eerst even helder dan het beeld. Wat is de nieuwe realiteit die je graag wil? Maak het dan ook meteen vatbaar. Ik ben niet zo lang geleden bezig met een boardgame design. En dan maak je meteen, knip je de kaartjes, zet je dingen. En elke keer als we, ook bij Switchpool doen we dat, elke keer voegen we dingen toe, halen we weer weg. En aldoende in wisselwerking met mensen die meespelen, ontwikkelen we het, de sport, het spel, de regels. Build the experience step by step. Dus het is helemaal niet erg om fout te gaan. Een project hoeft helemaal niet fout. Dus in Switchball klopt, terwijl is de regels niet. En dan gingen we een dialoog met mensen, dan veranderen we het. Waarom moet altijd alles zodra gepresenteerd wordt perfect zijn? Betrek je klanten ook, dit is zelfs een goede marketing truc die steeds meer gebruikt wordt. Betrek je klanten bij het product die ze zijn. Ten slotte moeten die mensen het kopen. Die weten het beste wat ze willen. Integreer alle feedback. Het hoeft jouw plan ook niet te zijn. Dus je, zeker als je een service wil verlenen. Als de klant er heel blij mee is, dan kun je denken, ja, het had nog veel spannender gekund. Als de klant lyrisch is, waarom zou ik dan verder moeten? Stop wanneer de energie weg is. Dus heel veel gameprocessen, ook als je in creatieve processen met elkaar zit, dan ontstaat wel eens, weet je, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En dan kunnen we dit erbij doen. Dan moet je doorgaan. En ik zie heel vaak dat dat soort processen ook stuk worden gemaakt door meestal meneer met stopdans die vaak. Oké, nu even serieus. Wat gaan we echt doen? Alles wat daarna komt is vaak veel minder krachtig, werkzaam of interessant aan ideeën. Dat is allemaal veiligheid. En hier wil ik nog even aan toevoegen ook het Bilbao effect. Bilbao heeft een nieuw Guggenheim neergezet, kost 10 miljard. Een bizar gebouw, slaat nergens op. In Utrecht zetten ze nu neer een nieuw Hooggracht te Rijnen. Slaat is helemaal doorberekend. Elke cent is al uitberekend hoe die terugverdiend gaat worden. Bilbao heeft de Guggenheim al terugverdiend. Maar ik wed dat geen buitenlandse toerist ooit voor het nieuwe Hooggracht te Rijnen naar Utrecht gaat reizen om in bewondering te aanschouwen wat daar gebouwd is. Calvinistische rechtlijnigheid en veiligheid brengt geen waarde. Omdenken. De White Flag Principle is hier in een weekendboekje Omdenken van Bertolt Kunster. Oké, als jullie dadelijk hieruit lopen, degene die de vingers op hebben gestoken, die ga je bevragen als je wil weten waar het over ging. Wie kent de White Flag Principle? Leuk boekje, het is vrij zeldzaam. Ik weet niet of je het helemaal moet kopen, want ik ga nu kort vertellen. Maar hoe kan je je land vooruit helpen door de oorlog te verliezen? Door je over te geven. Vooral verliezen van Amerika was na de Tweede Wereldoorlog het minste wat je kon doen. Want Duitsland is veel rijker uit de Marshallplan gekomen dan Engeland. Want die hadden nog veel te veel oude machines staan voor de oorlog. Die niet weggebombardeerd waren. Dus die hadden zaten ineens met verouderde industrie en Duitsland was helemaal kapot gemobileerd en kon allemaal nieuwe dingen neerzetten. En daar lagen we vooraan. Dat is wel een hele rare vergelijking, dat moet ik zeggen. Dus een hele, hey, dat zei ik van tevoren, ik ga ze nu al rare vergelijking trekken. Kort door de bocht. Ik moet de richting afronden, dus we kunnen het er later over hebben. Maar ik ga de presentatie afsluiten, dames en heren. Tot zover. Tot morgen. Tot later. Doe ik nog een verhaal? Doe een heel ander verhaal. En onthoud inderdaad, ik ga soms kort door de bocht. Blijf voor jezelf voelen. Dit is ongelooflijk, maar wat is voor jou waar? Wat werkt voor jou? Maar als je wegloopt van waar het spannend wordt voor jezelf, dan wordt het niet nieuw. Dus soms moet je wel hetgene aandurven wat spannend is. Want creativiteit is voor mij echt vaak verbonden aan je lef om anders te zijn dan de rest. Ja, anders wordt het meer van spannend.